Welkom bij de 7.4 Biocast. En die heet Verteren. We gaan kijken hoe je voedsel kleiner kan maken. And get yourself a piece of bread. Hey, that's mine! Okay, now you gotta stand on your head. Okay, now that you're upside down, take a bite of the bread. Here we go. Whoa! When I swallowed, it went up my throat and into my stomach. Now what's going on here? Well, first, get up, get off your head, stand up straight, because when you go like this for too long, pow! You get like dizzy. All right, now take a look at this. The presence of food in the pharynx or throat stimulates swallowing, which squeezes the food into the esophagus. This begins a process where circular muscles in the esophagus wall contract and relax or widen one after the other, squeezing food down toward your stomach. These rhythmic muscle contractions are known as peristalsis. This is why astronauts in weightless environments can still swallow and is the reason why you are able to swallow while standing on your head. Food travels the length of the esophagus in 2 to 3 seconds. ...en gemaakt wordt. Eerst kijken we hoe je voedsel eigenlijk in je slokdarm komt. Want er zijn twee kleppen die zorgen dat het voedsel de goede kant op gaat. De guig bovenin en de strotklep onderin. Als je niet eet, dan staan ze in deze stand. Want er moet natuurlijk wel lucht in je luchtpijp komen en je moet door je neus kunnen ademen. Maar als je gaat slikken, dan sluiten ze. En ja, je hebt het net gezien in het filmpje. Maar hoe gaat het nou precies, dat voedsel dat omhoog gaat? Achter de voedselbrok trekken de kringspieren samen. Bij de voedselbrok trekken de lengtespieren samen. En als dat weer ontspant, dan zie je verderop. De kringspieren aanspannen en de lengtespieren natuurlijk ook, dan wordt de voedselbrok door je slokdarm en door je dunne darm en je dikke darm verplaatst. Peristaltische bewegingen. Verteren is het klein maken van grote voedingsstoffen, zodat ze in het bloed kunnen worden opgenomen. Het zetmeel, bijvoorbeeld in de boterham, moet eerst door verteringssap A geknipt worden in kleinere stukken. Dan komt verteringssap B en knipt ze in nog kleinere stukken. En tenslotte is het verteringssap C dat van die stukjes glucose maakt. En glucose is zo klein dat het kan worden opgenomen in je bloed. En er zijn verschillende verteringssappen. Je hebt je speekselklieren. En die maken speeksel uiteraard. En speeksel verteert koolhydraten. Na de mondholte komt het voedsel terecht in de maag. En in de maag is maagsap. En maagsap breekt eiwitten af. Dan kom je terecht bij de volgende klier. Dat is de alvleesklier. Die maakt ook alvleessap. En dat alvleessap dat knipt zowel koolhydraten als eiwitten als vetten. Let op de eerste keer dat je tegenkomt dat vetten verteerd worden. Ten slotte krijg je nog te maken met dunne darmsap, wat in de dunne darm gemaakt wordt. En dat verteert koolhydraten en eiwitten. Je kijkt hier naar een stukje dunne darm. Je ziet de lengte en de kringspieren zitten. Je ziet ook een hoop bloedvaatjes zitten. Maar in het opengeknipte gedeelte zie je darmplooien zitten. Als we die darmplooien wat uitvergroten, dan zien we dat er ook nog darmvlokken op zitten. Met bloedvaatjes daarin en lymfevaten. En als we nog verder uitvergroten, zien we hier één cellaagje. En door dat cellaagje worden de voedingsstoffen getransporteerd naar het bloed toe. En zo ziet het er onder een microscoop uit. Dit is je dikke darm. En je dikke darm zit vol met bacteriën. Net zoveel bacteriën als je cellen in je lichaam hebt. En die helpen bij de vertering van het voedsel. Ook wordt er een hoop water teruggebracht, want heel wat water zat in die verteringssappen en dat wordt weer opgenomen in het bloed, zodat je niet zoveel hoeft te drinken.
we kijken naar enzymen en voedingsstoffen. Een enzym kan aan een bepaalde voedingsstof binden, knipt die dan in stukken, het enzym laat los en kan weer eenzelfde soort voedingsstof gaan knippen. Hier zien we een enzym. Hij heet Jan. En dit is de plek waarop Jan zijn werk doet. Als er een voedingsstof is die precies op Jan past, dan hechten ze aan elkaar. Hier zie je zo'n voedingsstof. Hij heet Piet. En hij past precies op Jan. Dus als hij voorbij komt, dan binden ze aan elkaar. En Jan zorgt ervoor dat Piet gesplitst wordt. In Kees en in Henk. Kees en Henk laten los. En Jan kan weer op zoek naar zo'nzelfde voedingsstof. Dit doen enzymen bij de vertering. Zoals je net de enzymen zag werken, dat doen ze niet altijd even goed. Op dit punt, de minimumtemperatuur, daar doen ze het nog niet. Wordt het iets warmer, dan doen ze het, maar nog bijna niet. Komen we terecht bij de optimumtemperatuur, dan werkt die super. Wordt het nog warmer, dan gaat die steeds minder werken, tot die niks doet bij 45 graden. En als je hem nog warmer maakt, dan gaat hij kapot en doet hij het nooit meer. En dit was de 7.4 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.